bij het zevende, jawel, zevende seizoen van de Stem van Songfestival.be. We worden oud, de tijd gaat snel, bla bla bla. Ook dit jaar bespreken wij opnieuw alle inzendingen van het komende Songfestival. En ik ben heel blij, lieve Filip, lieve Jasper, dat we nu weer gewoon fysiek samen zijn. Ja. Om dat te mogen en kunnen opnemen. Heel fijn, is dat toch leuker dan via zo'n Zoom-call of wat het ook was. Dus hier zijn we weer. Ik kijk eruit om met jullie en al onze andere fantastische redacteurs alle liedjes van dit jaar te gaan ontdekken. We beginnen met de B, niet van België, maar wel van Bulgarije. Met de groep, en ik moet even spieken, Intelligent Music Project en het lied Intention. Nu, we kennen het lied al eigenlijk enkele maanden. Ja. Dus ik ga eerst naar Jasper voor zijn vakkundige mening. Ja, wat vind je ervan? Wel, het feit dat je al moet gaan nadenken, hoe noemen die groep ook weer, zegt toch al heel veel, denk ik. Als het de intentie was om een blijvertje te worden, dan hebben ze de bal toch misgeslagen, denk ik. Ik vond de laatste jaren dat Bulgarije de goede tour op aan het gaan was op het Songfestival. Ook de experimentele tour, zoals met Christian Kostov en dan Equinox. Ook niet vergeten Paulina... Poligenova. Ja, van If Love Was a Crime. En dan nu is er een nieuw team verantwoordelijk voor de Bulgaarse inzending. En het valt gewoon als een kaartenhuis in elkaar. Ik vind de inzending, de rockers die het brengen, die zijn overrijp. En het nummer, dat is belegen. Dat komt op alle vlakken te laat. Het lijkt me zo, ja, een of andere soundtrack te zijn van een of andere Amerikaanse reeks van vroeger. En een soundtrack, dat wil dus zeggen, op de achtergrond, als de aftiteling gedaan is, als de moeder haar popcorn wegsmijt, dan hoorde dat nog en dan zit hij weg. Ik vraag me af wat ze hier 3 minuten gaan mee brengen of mee doen op in Turijn. Nee. Jasper is dus een zeer grote fan. Filip. Ja, ik vind soundtrack. Ik kan u ergens volgen, ja. Maar je mag niet zeggen dat een soundtrack nummer bij een aftiteling bijvoorbeeld slecht is. Want My Heart Will Go On van Céline Dion is een van de grootste hits aller tijden. En dat was ook een aftiteling. Dus, ja, maar, vergelijken. Maar ik kan het daar niet mee. Ik kan Intention daar absoluut niet mee vergelijken. Draait het gewoon heel graf. Uiteindelijk zie ik nog een keer. Céline Dion draait het weer. Oh, nee, dat moet niet zijn. Het gaat niet over niets. Het gaat niet over niets Asia. Céline heeft problemen met haar gezondheid, maar is nog altijd onder ons. Inderdaad. Dus nee, ik vind Intention, ja, het is een beetje inderdaad, wat Jasper zegt, het nummer komt 20 jaar te laat. Het is niet slecht, maar moesten ze dit in een lift spelen, als achtergrondmuziek, was dat voor mij ook goed. Het is geen nummer waarvan ik zeg van... In de lift! Ik zal het nog eens opzetten, of ik ga er bewust naar gaan luisteren. Moest dat voorbij, komt dat voorbij in de playlist, dan komt dat voorbij. Maar ik word er niet warm, nog koud van. Ik moet het toch eens live horen. Misschien dat ze er live meer van maken dan het op cd is. Op cd klinkt het oké. Maar ik weet niet hoe ze het live gaan brengen natuurlijk. Dus daar wil ik nog wel eens op wachten om een definitief oordeel te vellen. Maar op dit moment, ja, niet warm, niet koud. Nee. Ja, ik vind dit heel erg de kreuners op zijn Bulgaars. Ja. Maar dan de kreuners van nu, dus niet de kreuners van 30 jaar geleden natuurlijk. Nee. Hè. Echt, ja, tour. De oude mensen die nog eens een keer een liedje hebben uitgebracht. Ja. En dat was leuk. En ik denk ook met dat nieuwe team dat die gewoon eigenlijk zelf betalen voor hun deelname. Dat lijkt me eigenlijk het meest aanneembaar. Want er zijn je van, kijk, voilà, wij betalen wel, sturen ons gewoon. Ja, dat is goed, doe maar. Ja. Dat lijkt me nog het meest valabele. Met dit lied heb ik het ook, terwijl het bezig is, ben ik het echt aan het vergeten. Ja. Ik kan mijn aandacht hier niet bijhouden. Maar als ik er echt naar luister, vind ik het niet eens per se slecht of nee, zo. Het is nee, echt inderdaad het is een achtergrond. Het gaat voorbij en het is geweest en is echt vergeten. Maar we hebben er nu pas nog naar geluisterd. Ik kan het mij nu oprecht niet herinneren. Ik kan het niet neuren. Amin de safety zone. Het helpt absoluut niet. Sorry, langs beide kanten. Amin de safety zone. Het helpt absoluut niet. Ik denk danger zone. I rest my case dus. We weten het dus allemaal niet meer. Dit lijkt me ook een lied dat sowieso... tweede gaat optreden in de halve finale. Dat is echt gemaakt voor die gevreesde tweede startplek. Om dan nooit meer te horen. Inderdaad, om dan te verdwijnen in de catacombe van de Songfestivalgeschiedenis. Ja. Ik denk dat we redelijk eensgezind zijn. Ik ben toch benieuwd naar onze punten. Dus, lieve Jasper. 2 punten. Dat is wel heel weinig, hè? Ja, niet sorry. Bij mij krijgen ze nog een 5. Oh. Ja, ik zeg, het is niet... Het is niet vies nog vlees, het is een nummer dat kabbelt en blijft kabbelen, maar
Is het uitermate slecht? Nee. Ja, oké. Okay. Ik geef het een 3. Ja. Omdat, ja, het is inderdaad niet verschrikkelijk. Er zijn er ergere, maar er zijn er ook gewoon vele, vele, vele betere. Nu, dit waren dus de scores van ons 3. De gemiddelde score van onze volledige redactie zie je nu ergens op magische wijze hier in beeld verschijnen. Maar uiteraard zijn we zeer benieuwd naar jouw mening. Want net als in de vorige jaren kan ook jij stemmen door je score op 10 te geven op dit lied. Jullie score telt voor 2/3 van het totaal mee. En opnieuw, de 10 liedjes met de hoogste scores gaan door naar de finale week eind april. Dus stemmen geblazen vanaf vandaag en ook de komende dagen. Dit was het voor de eerste keer. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Hè.